En dan nu misbruik in de boeddhistische gemeenschap. Een vredelievende knuffelreligie. Wierook, meditatie, goedlachse monnik en vooral veel zen. Dat is het beeld dat we van het boeddhisme hebben. Maar het heeft ook een hele andere kant waar nauwelijks over wordt gesproken. Een wereld van machtsmisbruik, seksueel misbruik en geweld. Hoe kan een religie die bekend staat als vredelievend gelegenheid geven aan monniken en goeroes met verkeerde ideeën? Mensen denken dat iedere persoon in een okergeel gewaad uit Azië deugt. En dat is niet zo. Hij zei look, look. En daarop stond een Tibetaans godheidje met een enorme erectie. Allemaal echt een dikke, geaderde erectie. En de bedoeling was dus dat ik daarnaar keek. Dit is Sogyal. Sogyal misbruikt een aantal jonge vrouwen uit zijn entourage. The system is such that the bad lama can do anything. He can ask money, he can ask sex, he can ask anything. Wat makkelijk kan hier is dat je jezelf neerzet als leraar. Niemand weet wat jij in Tibet of Japan hebt gedaan. Misschien was je wel de slager van om de hoek. Er zit enorm veel kaf onder het koren. Gewoon volstrekt machtsmisbruik, ja. Als Onne Bijlsma begin 30 is, weet ze niet zo goed wat ze wil met haar leven. Een vriend raadt haar aan een cursus meditatie te gaan doen. In eerste instantie had ik er niks mee, maar ik was wel op zoek. Vooral het gegeven dat ik iets over meditatie zou leren en daarmee bezig zou zijn, dat sprak me heel erg aan en ik vond dat ook een hele goede avond. Al snel gaat Onne helemaal op in het mediteren. Dat doet ze aanvankelijk hier, bij de boeddhistische organisatie Rigpa in Amsterdam. Maar omdat ze intensiever en vaker wil mediteren, vertrekt ze naar Lerap Ling, het hoofdkwartier van Rigpa in Zuid-Frankrijk. Daar ontmoet ze voor het eerst de grote spirituele leider van Rigpa, Sogyal Rinpoche. Hij is een Tibetaanse lama met een gezet postuur die bepaalde maniertjes heeft en een bepaald accent, waardoor die zeker ook iets anders dan anders uitstraalt. En mensen vinden dat inspirerend? Ja, je zou het op het eerste gezicht wijs kunnen vinden, omdat hij ook een heleboel one-liners heeft en een heleboel standaardzinnen die hij in zijn verhalen gebruikt. Die suggereren veel van wat wij hier in het Westen zien als boeddhistische wijsheid. Onne raakt in Frankrijk zeer geïnspireerd door haar spiritueel leider. Ze is niet de enige. Sogyal heeft wereldwijd duizenden volgelingen. Een deel daarvan komt uit Nederland. Zij verzamelen zich eind mei in deze evenementenhal in de buurt van Amsterdam. Sogyal verzorgt hier dan de jaarlijkse Amsterdam City Retraite. Goedemorgen mevrouw. Goedemorgen. Mag ik u wat vragen? Vanaf. Waar komt u voor? Voor Sogyal Rinpoche, de retraite. Wat betekent hij voor u? Heel veel, goede raad en wijsheid. Nou, voor mij is het een spirituele leraar die een hele duidelijke hulp is in het leven van alle dag. Het is een hele inspirerende man. Daar word ik wel blij van en gelukkig, dus daar heeft hij een heel groot aandeel in. Veel plezier. Dank u. Ja. Terug naar Onne. Ze geniet volop van het leven in Lerap Ling. Ze gaat er vrijwilligerswerk doen en krijgt bovendien een relatie met een vertrouweling van Sogyal. Daardoor krijgt ze rechtstreeks toegang tot de spirituele leider en ziet ze hoe hij zich achter de schermen gedraagt. Hoe gedraagt hij zich? Als een potentaat. Als iemand die het volledige recht heeft om alles te eisen te alle tijden. Midden in de nacht, vroeg op de ochtend, aan de andere kant van de wereld, dat maakt niet uit. Zijn wensen zijn wet. Wie is deze Sogyal Rinpoche en waarom gedraagt hij zich als potentaat? Voor het antwoord gaan we naar onderzoeker en publicist Rob Hogendoorn. Hij is praktiserend boeddhist en doet al jaren onderzoek naar het boeddhisme en haar spirituele leiders, waaronder Sogyal Rinpoche. Het komt voor dat Sogyal neemt voedsel in zijn mond, kauwt daarop en geeft dat hapje dan door aan een leerling die verondersteld wordt erop verder te kauwen. Het is beschreven dat Sogyal leden van zijn entourage om zich heen laat zitten terwijl die zit te poepen. Sogyal is sinds de jaren 70 actief in Europa. Op internet vinden we tientallen lezingen van hem. But the trouble is with us, there are so many stories.
Stories, stories, stories. Ja, er zijn twee Sogyals. Volgens zichzelf is Sogyal een hooggerealiseerde Tibetaanse meester. En die dus als het ware verlichting met de paplepel ingedronken heeft. En daarom zo verlicht is als hij nu zich gedraagt. De Sogyal van de feit op de grond is een zoon uit een handelsfamilie. Deze Sogyal is nadat hij uit Tibet gevlucht was, opgeleid eerst door Franse fraters en vervolgens door Engelse Anglikanen. En hij kent de traditie dus helemaal niet van binnenuit. Sogyal is volgens Hogendoorn niet meer dan een koopmanszoon uit Tibet die zich opwerkt tot spiritueel leider, met een YouTube-kanaal en meditatiecentra in 40 landen. Kennelijk heeft hij op enig moment ontdekt dat hij zichzelf als lama kon lanceren en heeft dat ook gedaan. It is there when you're happy. It is there when you're sad. It is there when you're lonely. Hij is geen monnik, maar hij draagt een gewaad wat aan de kleding van monniken doet denken. Dit appelleert natuurlijk ook aan de gevoeligheid en de belangstelling voor het Aziatische, het exotische. En omdat de film geen journalistieke insteek heeft, zou je niet op het idee kunnen komen dat er iets mis is. Maar er is wel degelijk iets mis. Want wat opvalt, Sogyal omringt zich graag met aantrekkelijke jonge vrouwen. Ze vormen een inner circle en worden Dakinis genoemd. Ze zijn hier te zien tijdens een plechtigheid in Lerap Ling. Sogyal omringt zich met leerlingen die samen zijn entourage vormen. En hij misbruikt een aantal jonge vrouwen uit die entourage. Sogyal schijnt een contract kunnen noemen te maken met de mensen in de inner circle. En daar heb ik over gehoord van verschillende kanten destijds. En dat is, als jij aan hem vraagt, work with me, dan geef je hem permissie om grensoverschrijdend gedrag ook naar jou toe te vertonen. Dus vanaf dat moment geef je hem als het ware permissie om je te slaan, met je naar bed te gaan. Wanneer hij dat wil en hoe hij dat precies. Zijn seksuele contacten met die jonge vrouwen zouden een beoefening van tantra zijn. Een andere legitimatie die wordt aangevoerd is bijvoorbeeld guru-devotie. Dat is een toewijding aan de leraar die zo groot is dat je eigenlijk alles moet verduren wat hij doet, zonder protest. En het wordt gelegitimeerd met de notie van crazy wisdom, gekke wijsheid. Dat is een vorm van wijsheid die voor gewone stervelingen niet te begrijpen valt en er gek uitziet, maar die de leerling verder helpt op het geestelijke pad. En dan is het slaan van een leerling niet gewoon gek, maar wijs. Tijdens de voorbereiding van deze uitzending ontvangen we van een anonieme afzender een aantal pikante foto's. Op de foto's, die nooit openbaar zijn gemaakt, is een aantal Dakinis uitdagend gekleed en naakt te zien. En ook zien we Sogyal zoals de buitenwereld hem niet kent. We laten de foto's zien aan Orne. Ik ken deze meiden allebei. Die behoorden en behoren tot de inner circle. Toen ook, toen ik dus in 2011 ze ontmoette voor het eerst. Voor mij past dit in het hele beeld dat hij gewoon ronduit een harem heeft en zo leeft. Ja. Voor de goede orde, wat hier gebeurt is voor zover wij kunnen beoordelen niet verboden. Maar volgens Onne staat het allemaal mijlenver af van wat volgens haar het boeddhisme inhoudt. Ik heb het altijd pervers gevonden. Het voelt niet gezond, het ziet er niet gezond uit. Hij zou net zo goed een rijk zakenmannetje kunnen zijn met een voorliefde voor bepaalde vrouwen en sigaren. En zo zijn er wel meer op de wereld, maar dan moet je niet zeggen dat je een boeddhistische organisatie bent. Niet lang nadat de foto's zijn genomen, beschuldigt een van de Dakinis Sogyal openlijk van seksueel misbruik. Ze heeft Rigpa verlaten en doet haar verhaal in een Canadese documentaire. So there was this moment where I was alone in his room with him. And then he said, undress. And having been only for 2 months working as an attendant for him, I just considered it to be another test of devotion.
Sogyal raakt al eerder in opspraak. In de jaren 90 klaagt een vrouw hem aan wegens seksuele intimidatie. Maar door buiten de rechter om een schikking te treffen, weet hij een rechtszaak te voorkomen. Zijn die verklaringen tegengesproken door zijn organisatie of door hemzelf? Nee, en dat is eigenlijk heel kenmerkend. Sogyal en zijn organisatie weerspreken helemaal niet dat hij dit soort dingen doet. Ze weerspreken alleen maar dat het mensen schaadt. Voor One wordt het in Leerapling intussen steeds duidelijker. Dit klopt niet. En dan maakt ze aan de ontbijttafel zelf kennis met het perverse gedrag van haar spiritueel leider. Toen heeft hij mij gevraagd of ik een lekker geneukt had. Of in ieder geval, did you have a good fuck? Dat vroeg hij. Ja, een waar iedereen bij was. Een Tibetaanse boeddhistische teacher. Ja, ja, die vroeg dat 's ochtends aan de ontbijttafel waar iedereen bij was. En toen moest iedereen giechelen en lachen. Dat vonden ze allemaal erg leuk. En gingen eens kijken hoe ik daarop reageerde. Was dat vernederend? Ja, ik vind dat... nou ja, het is in ieder geval schokkend. Het grijpt diep in, omdat het over mensen hun integriteit gaat. Ook bij jou? Ja, ook bij mij. We zijn inmiddels zeer benieuwd naar het verhaal van Sogyal en Rigpa zelf. We vragen om een interview met de spirituele leider. De retraite in Amsterdam lijkt ons een goede gelegenheid hem te spreken. We wachten de reactie af. Nederland telt ruim 50.000 praktiserende boeddhisten. Er zijn in ons land ongeveer 350 personen die zich boeddhistische leraar noemen. Eén daarvan is Rondzinnige. Waar kan ik zien dat u deugt? Nergens. Dat weet ik, dat kan ik niet zeggen. Nee, er is geen register, nee. Bijvoorbeeld. Nee. Zinnige, in het dagelijks leven werkzaam bij vakbond FNV, begeleidt een klein groepje zen-boeddhisten in Utrecht. Hij ziet om zich heen regelmatig allerlei charlatans en nepleraren opduiken. Wat makkelijk kan hier, is dat je jezelf neerzet als leraar. Niemand weet wat jij in Tibet of Japan hebt gedaan. Misschien was je wel de slager van om de hoek. En de mensen komen. En als je maar een beetje iets zegt wat een beetje lijkt van nou, dat klinkt wel diep, klinkt wel wijs. Ja, dan prachtig. Dat vinden we allemaal prachtig. Maar voordat je het weet heb je een klasje vol. Voor je het weet heb je een klasje vol, ja. En dan kan je maar gewoon wat leuteren. Ja, ik ken ze. Maar maakt u zich zorgen? Nou ja, dat is natuurlijk geen reclame. Sterker nog, het is heel, heel kwalijk. Ik denk dat heel veel mensen nog steeds denken bij boeddhisme dat het een soort sprookje is, een soort eiland van bijzonderheid en rust en reinheid. Reinheid en zuiverheid en puurheid en al dat soort dingen. Al dat soort dingen. Niks. Dat is niks. We zijn allemaal een mens. We zijn allemaal een mens. En degene die het hardste roepen dat zij een meester zijn of een leraar zijn. Ja, ik zou echt twee keer kijken hoor. Die moet je wantrouwen. Ik zou voorzichtig zijn, in ieder geval. Volgens onderzoeker Hogendoorn hebben veel Nederlanders geen flauw idee wat ze van een boeddhistische leraar wel en niet mogen verwachten. Ik heb eens meegemaakt dat ik gebeld werd door een man. Diens vrouw had een boeddhistisch tempeltje in een kleine provinciestad bezocht. En tijdens het eerste bezoek was haar gevraagd zich uit te kleden, wat ze ook had gedaan. Waarop de leraar zich uitkleedde en haar begon te strelen en te betasten, steeds intiemer. En zo'n man belt mij dan in volkomen onzekerheid en vraagt mij, is dit normaal? Hoort dit erbij? Kennelijk had hij die gedacht. En dan moet ik zeggen, nou, wat u mij nu vertelt is niet normaal en het hoort er niet bij. Goedenavond. Misbruiksschandalen. Dan denk je al snel aan de katholieke kerk. Maar nu melden zich ook slachtoffers van seksueel misbruik in boeddhistische kring. De afgelopen maanden sprak de NOS met verschillende slachtoffers. Zeker 8 boeddhistische leraren zouden zich schuldig hebben gemaakt aan tientallen gevallen van misbruik. Niet eerder traden slachtoffers naar buiten. In 2015 komt na onderzoek van Hogendoorn een grote misbruikzaak binnen de boeddhistische gemeenschap van Waalwijk aan het licht. Het NOS-journaal bericht er als eerste over.
Maar dan op een gegeven moment dan buigt hij zich over je heen en hij trekt je boek naar beneden. Met het verhaal erbij van, ik doe dit voor jou. Denk niet aan meisjes. Probeer het alleen maar te voelen. Er is publiciteit geweest in 2015. Maar de schaal en omvang en aard is toen nog niet helemaal over het voetlicht gekomen. En ik weet dat ook omdat zich sindsdien nieuwe bronnen, nieuwe slachtoffers, nieuwe omstanders hebben gemeld. Volgens Hogedoorn beschikt hij op dit moment over 17 misbruikdossiers van boeddhistische leraren die in Nederland over de schreef zijn gegaan. Bijvoorbeeld in Middelburg. Dit zijn beelden van Omroep Zeeland, van de gemeenschap rondom Lama Kelsang Tjöpel. Die als Oostenrijker bekend was, stond als Gerhard Mattioli. Hij was schipper op de pleziervaart en hij heeft boeken geschreven over de pleziervaart. En hij heeft ook mensen misbruikt? Ja, hij heeft verschillende vrouwen in zijn groep misbruikt. Het heeft een zeer diepe wond geslagen. Het heeft ook mensen hun huwelijk gekost. Het heeft dus kinderen het huwelijk van hun ouders gekost. En is hier door de politie en justitie bijvoorbeeld ingegrepen? Sommige slachtoffers in Middelburg die hebben melding gedaan bij de politie. Maar die melding hebben ze nooit omgezet in een aangifte. Waarom dan niet? Ja, ze waren heel bang voor deze lama. Hij had ze wijsgemaakt dat hij zwarte magie beheerste. En dat hij hen dus op afstand kon treffen met allerlei vreselijke kwalen, et cetera. Maar dat geloof je toch niet? Ja, sommige mensen geloven het wel. En ik heb gesproken met mensen die nu nog geloven dat deze man die krachten bezit. Ook al hebben ze al lang begrepen dat hij een charlatan was. Nadat hij beschuldigd is, wijkt Mattioli uit naar het buitenland. Hij zou momenteel in Duitsland actief zijn. Ohne wordt niet lang na het eerste incident opnieuw geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag van Sogyal. Ze is op dat moment in zijn appartement aan het werk. Toen pakte hij me van achter bij mijn hoofd en duwde hij me. Hij had een printje in zijn hand. En die duwde die in mijn gezicht. Look, zei hij, look. En dat was een tekeningetje van een godheid met een hele dikke, grote, geaderde erectie. Dus van dat overdreven zo in zijn hand. Zo. Dus een, ja, dat ik dacht, oké. Rigpa laat ons vlak voor de retraite per mail weten dat er geen interview met Sogyal komt. Hij zou geen tijd hebben. In een poging om toch een reactie te krijgen, melden we ons bij de retraite. We mogen hier niet filmen. Wil ik zeggen, dit is een besloten retraite. Ik ben niet uitgenodigd en u moet gewoon vertrekken. Ja, en mijn vragen zijn ook niet welkom bij u. We zijn met iets anders bezig. We zijn bezig met de retraite en niet met een televisieprogramma. Ja. Dus vandaar nogmaals verzoek om te vertrekken. En als ik hier blijf staan? Dan laat ik u verwijderen. Oh. Ja, ja. Rigpa en Sogyal gaan niet in op concrete vragen over misbruik. We komen in contact met Olivier Raurich, oud-directeur van Rigpa Frankrijk, die ons vertelt dat dit al jaren een bewuste strategie is. Rigpa paid quite a lot of money to train some of the main people, including myself, because I was really one of the main spokesmen in France. And so to learn how to answer questions like, oh, your guru is accused of sexual abuse, what do you answer? So I began to be trained in that. They told me not to answer at all, and instead to say things like the Dalai Lama is supporting Sogyal Rinpoche 100%, and just repeat that, only that, and without answering yes or no. And at that time, I began to understand that there was really something fishy about it, so I decided to quit. Raurich stapt eruit, en dat doet Ohne ook. Ze heeft dan bijna een jaar bij Rigpa gezeten. Ze meldt zich op hun hoofdkantoor in Amsterdam om over het misbruik te praten. Ik kreeg geen antwoorden. Ik kreeg geen... antwoorden op de vraag waarom en hoe? Nee. Zo van, je kunt het niet begrijpen. Het is tantra. Mensen vragen erom, willen dat er met hen gewerkt wordt. Dat waren de antwoorden. Zo van, niemand is ongelukkig en voor niemand is dit misbruik. Rigpa stuurt ons uiteindelijk een statement. Daarin zegt de organisatie iedere vorm van misbruik onacceptabel te vinden en dat klachten serieus worden genomen. Ohne zou alle ruimte hebben gehad om haar verhaal te doen. Rigpa schrijft daarover: wij kennen de concrete feiten niet waarover Ohne Bijlsma melding maakt en kunnen er derhalve ook niet over oordelen.
Het complete statement staat op onze website. Orne meldt zich in 2015 ook bij het meldpunt voor slachtoffers van misbruik in boeddhistische kringen dat dan net is opgericht. Ik heb me gemeld bij het meldpunt. En wat heeft dat opgeleverd? Dat heeft vooralsnog helemaal niets opgeleverd, want die verzamelen slechts verhalen. Dus wat hebben we daaraan? Niets, daarom doe ik ook hier mijn verhaal. Afgelopen zaterdag. Orne heeft een ontmoeting met een aantal oud-richtbaarleden die de organisatie de rug toe hebben gekeerd na de aanhoudende verhalen over misbruik. Hallo Remy. Hallo. Ik ken elkaar. Ik wist helemaal niet dat ik jij het was. Ja, ik ook niet. Ik vind een leraar met iemand die toch een leerling is, dat vind ik niet kunnen. Ja. En er zit zoveel macht bij. En dan kan je niet zeggen van ja, maar ze zijn er zelf bij, het is een eigen verantwoordelijkheid. Ja. Wat vinden deze twee ex-leden van de pikante foto's? Maar is dat in de... Hoe zeg je dat? In verband met Sogyal? Ik denk dat hij gaat wel? Elk jaar ook een paar maanden naar Australië. Oh ja, natuurlijk. En ik denk dat hij daar helemaal los kan gaan. Ja. Als ik dat zo zie. Oh, wat vreselijk. Dat is toch niet normaal. Feest, ja. Heel confronterend. Ja, hè? Ja, echt. Dat kan... En die blonde vrouw, die ziet er heel ongelukkig uit. Rikbal moet stoppen. Zo'n clubje moet niet bestaan. Maar ja, het is heel erg machtig. In het Westen zijn boeddhistische leraren vaak solisten, op wiens functioneren niet wordt toegezien. Er is geen centrale organisatie of centrale hiërarchie. Wanneer een katholieke priester een kind of een volwassen parochiaan misbruikt, weet iedereen dat dat niet hoort. In het boeddhisme zijn er belangrijke stromingen die over seksuele contacten tussen leraar en leerling zeggen, moet kunnen. Dit is het geheimzinnige, bijzondere, wijze boeddhisme wat oh zo mooi en Shangri-La is. En ja, het idee dat omdat het boeddhistisch is, dat er geen sprake zou zijn van machtsmisbruik of van seksueel misbruik of dat daar niet zou bestaan. Dat is naïef. Ik ben voor een heldere norm. Seksuele relaties tussen leraren en leerlingen zijn taboe. Punt.